Als je daar aankomt lopen of je komt vanuit het station of je loopt naar het station toe, is het één grote fietsenbult. Ik zeg wel eens, dit is net een theaterstuk. Allemaal door elkaar, kapot, los, vastgeschroefd. Het is een ravage. En wat mij gewoon opviel is gewoon de mensen die er naartoe wandelen en gebruik willen maken van het openbaar vervoer, daar gewoon slecht langs heen kunnen. Wat ik gewoon vind, en dat is onze partij is daar natuurlijk al in meerdere jaren mee bezig geweest, van ruim dat nou eens op. Maak het eens aantrekkelijk. Zorg dat de mensen daar ook gewoon hun fiets fatsoenlijk kwijt kunnen. Dat trekt ook mensen meer naar het openbaar vervoer. Maar wat deed dat met je toen je die chaos aantrof? Nou, ik zal je vertellen, emotioneel. Ik was er eigenlijk een beetje van in de war. En daar bedoel ik mee te zeggen, ik zag mensen daar zorgelijk tussendoor lopen en gewoon ook denken van, hoe kom ik nou in godsnaam nou bij het station? Je kunt niet fatsoenlijk over de stoep. Mensen stappen uit taxis, die zeggen gewoon van, wat is hier toch aan de hand? En het geeft een hele rommelige indruk. Het is een onveilige situatie en ik vind dat de gemeente en NS hun verantwoordelijkheid moeten nemen om die zaak op te ruimen. Het is niet van de laatste tijd, maar je ziet dat het nou ophoopt, want de oude fietsen liggen er nog. Ik zal u een mooi voorbeeld geven. We hebben een paar fietsen hebben wij gestickerd en die fietsen liggen er nog steeds. Dus even heel makkelijk gezegd, er wordt niks meer gedaan. Het is een taak van de overheid om gewoon de openbare ruimte op een nette manier in te richten en ook te onderhouden en mensen erop aanspreken die het niet doet. Er is een brief onderweg naar het college van BMW waar wij ook specifiek vragen om hier direct naar een oplossing te zoeken en ook te handhaven waar mogelijk. En die ligt er en als die er ligt, komt daar een antwoord op en wordt daar niks meer gedaan, dan maken we daar een raadsonderwerp van. Wij moeten ook zorgen als overheid om daar gewoon een mooie openbare ruimte van te maken waar mensen fatsoenlijk hun fiets kunnen stallen. En dat betekent dat we moeten handhaven, keihard handhaven. Liggen er al concrete plannen? Nee, die liggen er niet. Vandaar als onze brief. We hebben er ook echt specifiek op gewezen richting het college actie ondernemen. Nu zorgen dat je daar schoon schip maakt en zorgen dat er op orde op zaak is. Dat de mensen hun fiets weer kunnen stallen en daar weer veilig en plezierig rond kunnen lopen.